Door het maken van een reconstructie proberen we zo dicht mogelijk bij de grote meesterschilders in de buurt te komen om zo hun geheimen te ontrafelen. En er is maar één manier om te zien of dat gelukt is. In het museum, naast het origineel. Deze keer George Hendrik Breitner met Meisje in witte kimono. Hij was eigenzinnig, fel. Zijn leven werd bepaald door zijn artistieke koppigheid. Alcoholproblemen, een ongelukkig huwelijk en eeuwig geldgebrek. Ondanks zijn struggles was hij enorm succesvol. Het Rijksmuseum in Amsterdam kocht bij leven zelfs een schilderij van hem. George Hendrik Breitner, oftewel Sjors. In de periode 1893 tot en met 1896 heeft hij een 13-tal schilderijen gemaakt van meisjes gekleed in een kimono. En bijna alle schilderijen zijn gemaakt met het model Geesje Kwak. Ja, eigenlijk de grootste uitdaging is eigenlijk zoals bij alle reconstructies, je moet de ziel van het schilderij vangen. En in dit schilderij is dat dus de textuur en ook wel toch weer het meisje. Ja, dit gaat om dat meisje. Wat me wel meteen opviel, ja, je zou in eerste instantie denken het is een Japans schilderijtje. Het is een meisje in kimono, maar ze heeft geen Japanse trekken in haar gezicht. En op de voorgrond zie je dan weer een Persisch tapijt liggen. Waardoor je dan, ja, als je beter gaat kijken, merkt van oké, het is geen Japans schilderij, maar het is gewoon een prachtig mooi schilderijtje van een meisje in een kimono. Net voor hij hier aan begon, schilderde hij bouwputten met een veel sneeuw, duister palet. En hij zat echt vast en hij had allemaal grote ideeën. Maar er kwam eigenlijk niks uit zijn handen. Mm-hmm. Tot hij Geesje Kwak tegenkwam op straat. En in één klap betoverd was. En er gefotografeerd heeft, meerdere malen. En daar zijn al die schilderijen uit ontstaan. Maar het mooie is, want ik begrijp dus inderdaad dat jullie bezig zijn met een kimonomeisje. Ja. En ik heb dus inderdaad echt heel erg gekeken van oké, wat voor beelden heb je daar dan inderdaad van dat atelier waar die dus aan het werk was. Dus die zijn zo ontzettend schattig. Want het is dus een 16-jarig meisje, een hoedemaakstertje. Ja. Geesje Kwak heette ze. Ja. En hij heeft haar dus inderdaad gewoon gevraagd om te poseren. Maar hij heeft zich dus echt heel erg goed voorbereid, want ze heeft geposeerd in augustus. Maar in maart kocht hij dus al de tapijten en de kamerschermen bijvoorbeeld. Ja. Dat heeft hij echt speciaal daarvoor aangeschaft. Ja. Hoe is de staat van het schilderij? Er hangt op het bord een UV-foto en daar zie je dat, ondanks dat het gerestaureerd is, dat ze de vernis eigenlijk hebben laten zitten. In de hoekjes zie je kleine pogingen om die af te halen. Maar er was de vraag, zouden er geen pigmenten zitten in de vernis? Je wil er een stuk uit gaan. Ja. Ja. Een klein stukje. Klein stukje, ja, maar goed, dan nog. Dat gaan we inbedden, hè? Ja. En dan van de zijkant naar de lagen van de... Oké, nou dat moeten we dan aanvragen. Ja. Ik zou zeggen, aan de slag. Ja.